Ik ben Martijn ten Have en ik werk als mechanical engineer bij A.P. van den Berg. Ik hou mij vooral bezig met de ontwikkeling van de indruksystemen en ook de nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. En ik hou me ook bezig met meetsonders en modules, het veel kleinere spul. In mijn vrije tijd ben ik een oude boerderij aan het opknappen, restaureren. Ik knapte eigenlijk altijd al oldtimers op. Vroeger begon dat met bromfietsen. Op een gegeven moment werden dat ook oude tractoren en landbouwmachines. En uiteindelijk, ja, om het plaatje dan compleet te maken, dan moet er eigenlijk ook een boerderij bij. En dan ben je eigenlijk ook een trekker nodig om het land te bewerken. Je moet het gras maaien, je moet daar hooi van maken uiteindelijk voor de dieren. Eigenlijk gewoon een hobbyboer. Kijk, als je alles bij zo'n verbouwing allemaal zelf doet, dan moet je dus eigenlijk ook van heel veel vakgebieden moet je kennis hebben. Bij dit project heb ik ook alles in detail uitgetekend en constructieberekeningen gemaakt. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als we bij AP ook doen. Je begint eigenlijk met niets en daar moet je wat van maken. Dus eigenlijk net met een ontwikkeling. Je begint met een kladje op papier en uiteindelijk moet dat een product worden. Dat vind ik eigenlijk wel echt het mooist. Als jij als techneut je creativiteit volledig kwijt wil kunnen, dan zit je bij AP van den Berg op de goede plek. We hebben het hier natuurlijk heel vaak over de barbecue die ik ga geven als het project klaar is, voor alle collega's. Nou, het begint erop te lijken.